Zo. Lieve YouTube-kijkers van de Stofjes Zondagmorgenpraat. Zijn we begonnen? Lekker gelopen vandaag. Gemiddeld 6 minuten 6 of 6 minuten 9. Dus dat was vandaag wel lekker. Lekker weetje, zonnetje. Heerlijk. Straks weer een wedstrijd bij Juliana. En dan tegen Halsteren. Dat was een van de eerste uitwedstrijden die we speelden. Die wonnen we. Daar, dus ja. En nu krijgen we ze thuis. Ik ben benieuwd, Halsteren is toch altijd een beetje een gevaarlijk opponent. Ik weet niet wat er dit jaar met hun gebeurt, maar dit jaar is het niet zo. Ja, ik weet niet. Ook zij hebben het wat. Sorry, rolletje vergeten. Ook zij hebben dit jaar een wat minder jaar. Dus dat kan. Je kan natuurlijk niet altijd goed draaien, maar door de bank genomen hebben zij toch altijd wel een goede jaren. Nou, wij eigenlijk ook. We staan nu in de middenboot. Maar goed, vandaag lekker knokken. In de hoop dat alles goed gaat. Ja, en dan komen we natuurlijk nou weer een vrije dag aan. Volgende week Koningsdag. Voor velen is dat. Een dag die gebruikt wordt om dan een lang weekend te maken. Er zitten dan nog twee dagen tussen, donderdag en vrijdag. En dan heb je weer weekend. Dus ja, voor sommigen zijn er bij die zeggen van, nou weet je, pak ik twee dagen, dan heb ik echt een lang weekend. Maar ja, straks met Hemelvaart dan pak ik nog een dagje extra. Dus dan heb ik Hemelvaart vrij, vrijdag vrij. Als het goed is. Maar ik denk het wel. En dan heb ik ook een lang weekend weer. Goed, vandaag lekker weer. Natuurlijk gaan we sowieso weer richting lekkere weertype. Dus krijgen we weer meer zon. Ja, lichturen zijn sowieso al meer. Ja. En ja, moeten we denk ik ook weer wat. Kijk naar de resterende activiteiten die ik ga doen. Ik ben natuurlijk gestopt met voetballen, dames. Buikje. Ik weet niet hoe dat het komt, maar ik had vorig jaar ging het rond deze tijd wat makkelijker om wat af te vallen, om van dingen af te blijven dan nu. En ik weet niet waar vorig jaar eigenlijk dan zo gezegd die motivatie vandaan kwam. En waarom het me makkelijker lukte dan nu. Of misschien denken we te makkelijk over nu. Van dat fix ik eventjes. Even dit, even dat, even zo, even zo. Maar het is toch anders. En misschien is een verklaring dat natuurlijk nu zijn met voetbal. Je bent nou weer naar het voetbal 3 dagen in de week. Dan zou je zeggen, oké, dan ben je actief bezig. Maar goed, het is natuurlijk ook. Bijvoorbeeld zondagmorgen ook. Dan gaan we daar een keer hardlopen. Gaan we daar naar het voetbal toe. Ontbijtje. Pak je een bootje. Krentenbootje. Broodje. Soep. Even nog een krentenbootje. Nog een broodje. En wellicht dat het daarin zit. Nou ja, misschien helemaal niet wellicht. Misschien zit dat ook wel. Dat ik gewoon misschien alleen maar een krentenbootje en één broodje moet nemen. En de rest niet. Ja, als we een uitwedstrijd hebben om dan een broodje mee te nemen voor daar. Dat je dan wat kan eten als je daar bent. Want dat is natuurlijk, als je dan om 11:30 eet en je komt er pas om 4 uur van het veld af. Ja, dan wil je op een gegeven moment tussendoor toch ook even wat eten. Wat ga ik doen trouwens? Ik zal wel even een keer achteruit op. Toch weg.
Hoepij. Zo, een keertje achteruit erop. Nee, dus ja, wellicht dat dat een beetje de verklaring is. En misschien toch dat je wat soepeler met wat bepaalde zaken omgaat. Vorig jaar wat strikter was in het niet nemen van bepaalde dingen. Ik kan eigenlijk geen echte hele zinnige verklaring van geven. Ik snap het even niet. Hoe dat dat eigenlijk kan. Ik probeer sowieso nou al door de week om in ieder geval geen bier meer te drinken. En tussendoor onderweg met werken om mij weer echt alleen maar te houden aan fruit meenemen. Als ik het in de winkel moet gaan halen. En niet dan alsnog nog iets. Dan misschien toch nog een croissantje meenemen of extra bij je eten. Ik weet het niet. We zullen het wel zien. Ik ga het gewoon weer beetpakken. En ik heb volgens mij wel het idee dat ik nou toch weer wel wat ben. Of ik stond vanmorgen even de weegschaal. Zometeen meestal doe ik even wegen als ik gedoucht ben. Dat is wel ook een beetje een vast ritueel. Dat ik een beetje het vaste punt heb. Na het hardlopen om even dan te gaan wegen. Dus dat die ook een beetje gelijk blijft qua frequentie. Dan moet ik even kijken, moet ik even opletten. Het kan natuurlijk ook zijn, ik ben ook wel wat meer aan het fitnessen. Dus het kan ook zijn dat dan uiteindelijk zeg maar, je spiermassa wordt omgezet. Of je vetmassa wat omgezet wordt in een beetje spieren. Dus dat ook qua gewicht natuurlijk vermindert. Of minder snel gaat. Er is natuurlijk ook een bepaalde logica in. Er zit ook een bepaalde logica in natuurlijk. Dus ik ga het eigenlijk wel maar zien. Ik merk in ieder geval dat mijn kwapje wordt nog niet minder. Ik moet er nog wel wat aan doen. Dat was vorig jaar, rond oktober, november was het, ik wil niet zeggen weg, het was er nog steeds. Het blijft het waarschijnlijk ook hebben. Maar ik weet niet. Ik moet gewoon iets doen. Dus. Nou, ik zou in ieder geval zeggen tot de volgende keer. Dit was mijn zondagmorgen praatje weer. Een jaar lang doe ik dat nu. Een jaar lang. Ik vind het leuk. Nog steeds, zei ik vorige week ook al. Ik vind het steeds leuk om het te doen. Of dat mensen het wel of niet leuk vinden, ja, bullshit, jammer dan. Mensen die het leuk vinden, die kijken dan wel een keer extra. Mensen die het niet leuk vinden, die het allemaal maar raar vinden, ja, dan kijken we niet. Dus, ik vind het in ieder geval leuk om te doen. En om het te delen. Op die manier, misschien, in de hoop dat er misschien eens een keer wat mensen zijn die daar ook een beetje van gemotiveerd raken om... Ja, om met de leeftijd die ik heb, met mijn 56, ja, om toch actief bezig te zijn. En dat het voor je lichaam gewoon goed is. Lekker actief bezig zijn. Zondagmorgen, lekker. Heerlijk. Dus nogmaals, vind je het interessant, vind je het leuk? In ieder geval de blauw duimpje omhoog, eventjes abonneren op de kanaal. Dan zie je in ieder geval volgende week zondag weer terug. Ik zou zeggen, tjoe!